De prikacties van het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Diaconessenhuis zijn opgeschort. De opschorting kwam na een gesprek dat vicepresident Ashwin Adin gistermorgen had met de directeuren van deze twee particuliere ziekeninstellingen. Ook de directie van het SZF zat aan bij dit gesprek. Heet hangijzer was of deze ziekenhuizen ook in aanmerking komen voor de koopkrachtversterking vanuit de overheid. Volgens de VP is er onder meer gekeken naar de financiële stroom. Aan de hand van dat hebben de partijen zelf aangegeven dat ze tot een oplossing kunnen komen. Dus dat wordt op tafel gelegd van de partijen van zeg kijk, ga terug en wij willen uiterlijk vandaag, anders morgen, ochtend vroeg een oplossing hebben voor het probleem. En die opdracht hebben we meegegeven en ik denk dat de partijen elkaar al gevonden hebben. Alleen moet de berichtgeving nou uitkomen en dus lijkt het positief te zijn. Ik denk dat het belangrijk was centraal houden dat een particuliere instelling natuurlijk een eigen CAO hebben. Ik heb de mensen gezegd, misschien voelt u niet de benadeelde, maar evengoed zou je de bevoordeelde kunnen zijn en zeggen, respecteer onze CAO. Dus laten we de CAO respecteren, maar haal niet weg dat staatszorg, vanuit de staatszorg gedachte, de overheid een verplichting heeft om die mensen hun koopkracht ook aan een goede koopkracht te bieden. En als we dat in gesprek moeten doen met de directievoeringen, bekijkt u uw CAO, wat kan de staat betekenen en wat zijn de financiële stromen, kunnen we daarin iets betekenen? Vicepresident Adin ging ook in op de schuldencrisis van de ziekenhuizen. De VP zegt dat het bekend is dat de gemiddelde premie die door het volk wordt betaald niet genoeg is om de hele gezondheidszorg te dragen. Dus wij hebben al bepaalde concepten ready voor eind van het jaar om dat bij wet goed te keuren. We willen in 3 maanden het concept al af hebben. Breed maatschappelijk discussiëren, zodat we de hele sector kunnen financieren. We hebben de oplossing al in mind en we hebben een beetje een paar calculaties gemaakt, het is te dragen. Alleen moeten we dan de wet geheel gaan aanpassen en we moeten bepaalde protocollen, bepaalde procedures vaststellen, zodat alle instituten die ook voor controle en voor allerlei zaken zorg dragen, die dingen goed geregeld zijn. Maar we komen eruit, het concept is al ready. En de minister van Volksgezondheid gaat de komende dagen denk ik dat ook presenteren hoe hij dat ziet. En ik denk dat daarmee een hele zorg van de ziekenhuizen, kwaliteit, die gaps die er zijn, die allemaal zullen verdwijnen. De lichtdagtarieven zullen volgens Adin niet meer de focus zijn in het nieuwe concept. Waar het uiteindelijk om gaat is de financiering van de totale sector. De VP is er zeker van dat deze fundamentele kwestie opgelost zal worden.